En wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond- en nachtperiodes kunnen er buien voorkomen, soms gepaardgaand met onweer, voornamelijk in het binnenland, met mogelijk een enkele regenbui in het kustgebied. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan. Morgenochtend is er kans op een enkele regenbui. Gedurende de middag kunnen er lokaal perioden zijn met buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er op 31 mei een enkele kortstondige zware bui verwacht kan worden. En dit waren de lokale berichten in het journaal.